Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Q-Time. Vandaag hebben we te gast mevrouw Monique Vos. Zij is jurist. We maken een babbeltje met haar om te kijken wat voor effecten corona heeft gehad op de rechtsgang in Suriname. Natuurlijk is het vanuit één perspectief, maar toch wel interessant om te kijken hoe er daar mee wordt omgegaan. En wat voor effect het kan hebben op de rechtsgang in Suriname. What made is a little Q-Time. Hi Monique, hoe gaat het? Welkom in Q-Time. Hi. Jou? Het gaat. Ja, de dingen zijn zo langzamerhand toch wel een beetje aan het normaliseren, maar we hebben best een beetje spannende tijd achter de rug. En we checken ook even met jou hoe dat gegaan is in de advocatuur in Suriname in de coronatijd. Nou, wil je daar direct antwoord op hebben? Ja, dat mag. Tenzij je over iets anders gezelligs wil praten, dan doen we dat ook. Nee, laten we het doen. Nou, ik denk dat het voor ons allemaal, zoals ook op andere bedrijven, heeft het ook voor ons het nodige effect gekregen. Want het moment dat de maatregelen van overheidswegen zijn getroffen, ja, heb je ook gekregen dus dat zittingen geen voortgang meer vonden. Mm-hmm. Je kan ook praktisch niemand meer ontving cliënten. Mm-hmm. En gaandeweg is dat natuurlijk weer aan herstellen. En nou moet ik wel zeggen dat toen we kregen het bericht van het Hof dat zaken niet voortgingen meer, althans tot nader orde, gingen wel spoedkortgedingen voor, spoedbeschermingsbevelen, dus enkele zaken, maar de meeste. We gingen eigenlijk niet door en is alles uitgesteld. En nu is het langzaam aan zich aan het normaliseren. Ja. Niet op de normale wijze dat we volle zittingszalen hebben. Alles is met de nodige maatregelen. En als je praat over spoedzittingen die wel voortgang moesten hebben, wat voor soort cases zijn dat dan? Bijvoorbeeld kortgedingen. Kijk, een kortgeding is altijd een spoedeisende zaak. Mm-hmm. Maar dan maakte de rechter een onderscheid tussen, eigenlijk in de groep van kortgedingen dat al een spoedeisend karakter heeft, ja, maakte de rechter daar een onderscheid van zaken die helemaal niet konden wachten. Mm-hmm. En dan kregen we daarvoor wel rechts. Mm-hmm. Maar kan je ons een voorbeeld geven in wat voor case het echt zo dringend is? Die valutawet. Bijvoorbeeld, ja, ik heb de eerste week nadat de maatregel was getroffen, heb ik zaken gehad waarbij iemand stopzetting van een veiling, vroeger was een veiling gepland. Mm-hmm. En dan vraagt men stopzetting van een veiling, dan moet de rechter de zaak behandelen. Mm-hmm. Oké. Dus zo'n zaak is, ja, ik heb toen ook een zaak van OKB gehad. Ja. Die zaak moest dan ook behandeld worden, want ja, dan zit je met termijnen en dat, ja, is dan echt een spoedeisende zaak. Ja. Dus je eigenlijk kan het nooit zo zijn dat alles gewoon helemaal dicht is. Er is altijd toch wel enigszins voortgang. Dat was in het begin. Maar, ja, maar grotendeels wel, hoor. Dat zeg ik toch alleen maar echt spoed. Ja. Mm-hmm. Ja. Ook straks werd uitgesteld. Ja. Dus echt, laat het maar zo zeggen, die werden behandeld. Of een beschermingsbevel dat dusdanig urgent is. Ja. Dat de rechter het belangrijk vond om wel te behandelen. Mm-hmm. Maar gaandeweg zag je beetje bij beetje dat er steeds meer ruimte werd gegeven. En nu, ja, zijn we het een beetje aan het gaan normaliseren. Maar het is nog niet wat het moet zijn. Mm-hmm. Oké. En hoe hebben jullie dat bij jou op kantoor zelf ervaren? Waren jullie ook gesloten? Werkten mensen ook van huis uit? Hoe ging dat? Nee. Nou, van huis uit, ik was niet gesloten, maar ik ontving geen cliënten. Mm-hmm. Dus als ik nieuwe zaken kreeg en ik moest een spoedkortgeding indienen, gebeurde alles via WhatsApp, digitaal. Mm-hmm. Ja. Onder de gesprekken plaats en de informatie. En in een zeer uitzonderlijk geval, maar dat was dan in de derde week, kon ik een cliënt ontvangen met de nodige veiligheidsmaatregelen te hebben getroffen. Ja. Uh-huh. Anders was het, en net als bij de meeste kantoren, hoor, waren gesloten. Mm-hmm. En slechts in spoedzaken of dan digitaal, net wat ik je zei, dan het gesprek met cliënten hebben. Ja. Maar verder ging het werk gewoon door, want zaken die voor zijn gegaan, heeft de rechter al een datum bepaald waarbij schriftelijk op het verweerschrift of op een verzoekschrift moest reageren. Ja. Dus die zaken zijn dan gewoon voortgegaan. Althans, je moet gewoon je voorbereiding treffen, want al zijn die zaken uitgesteld, mm-hmm,
je moet op een bepaald moment moet je je verweerschrift indienen. Mm-hmm. Oké. Okay. En je hebt andere cliënten die gewoon dat je brieven moet sturen. Dus eigenlijk je lopende zaken, mm-hmm. die gingen dan wel door. Zei het ja, dat de werkdruk minder was. Ja. Maar die lopende zaken gingen dan gewoon. Vonden gewoon voortgang. Dat is het schrijfwerk eigenlijk. Ja. Oké. Okay. En hoe heb jij persoonlijk deze periode doorgemaakt? Had je veel meer vrije tijd? Het werk was op een lager pitje. Wat heb je allemaal in je vrije tijd gedaan? Dus kijk, enerzijds, laten we zeggen, de werkdruk in die zin, dat de werkdruk was minder in die zin, dat je geen zittingen had, dat je niet naar een zitting hoefde te gaan. Want daar kan je soms enorm veel tijd, want dan moet je wachten op je beurt, kan je enorm veel tijd bijdragen. Ja. Dus die werkdruk was er niet, afspraken met cliënten, maar wel telefoontjes, dus het werk ging door. Maar nogmaals, die werkdruk was er niet, waardoor je meer schrijfwerk kon doen dan voorheen. Ja, en thuis heb je meer tijd om andere dingen te doen die voorheen misschien waren blijven liggen. Dus wat voor klusjes heb je gedaan en maar wat voor hobby's heb je opgepikt? Dus kijk, waar je vroeger dus een verhaalboek lezen en zaken die jij thuis die waren blijven liggen, die je enorm moest maken, daar had je natuurlijk meer tijd voor. En ja, ook eigenlijk kom je in a way dan ook tot rust, net wat ik je zei. Dus s'avonds laat werken, zoals dat gebruikelijk was, dat was minder. Ik kan niet zeggen dat het er helemaal niet was, maar dat was minder. En ik denk dat het voor iedereen zo is. Je moet je aanpassen. We zitten in een situatie waarbij je moet je goed aanpassen aan de omstandigheden en de nodige maatregelen treffen. Je kan blijven klagen en klagen. Ga je nu terug naar het oude? Nog steeds laten avonden werken en de druk ophouden? Of wat bevalt je beter? De pre-corona of de corona-periode? Dat is een combinatie. Oké. Okay. Ik wil helemaal geen corona-situatie hebben, maar ik denk, dat moet ik wel zeggen, ik weet niet wat de toekomst zal brengen, of het uit van het Hof zal zijn, of hij is disciplinair in deze. Maar wat het ons wel heeft geleerd, is dat we heel wat zaken gewoon digitaal verder kunnen afhandelen. In feite, want wat gebeurt er als je een zitting hebt, bijvoorbeeld, we noemen dat de handelsrol-zitting. Je gaat naar een zitting, je moet stukken overleggen. Je hoort de uitspraak aan en gaat nieuwe zaken voor. Alles gebeurt nou digitaal. Dus waar je dan... En daar win je verschrikkelijk veel tijd mee. Als ik nou gewoon mijn conclusie kan menen naar de rivier. Of als ik kan aangeven namens wie ik optreed en alles digitaal plaatsvindt. Is zo efficiënt. In plaats van elke keer naar een zitting te moeten gaan. Ook al stuur je eigenlijk je juridische medewerker. Maar je bent soms een hele dag kwijt op de zitting. Kijk, sommige zaken kom je er niet onderuit. Of ook deze zaak, een beschermingsbevel. Bepaalde zaken moet je aanwezig zijn op de zitting. Want je moet misschien je pleidooi horen. De rechter moet partijen horen. Maar als het gaat om de zittingen waarbij alles schriftelijk plaatsvindt. Dus het verweer vindt schriftelijk plaats. Is het zo makkelijk dat je alles nou digitaal doet. En dat je niet meer lijfelijk aanwezig hoeft te zijn op de zitting. Dus ik hoop dat uit deze situatie we moeten nagaan van luisteren. Wat zijn de positieve elementen die we kunnen meenemen in het efficiënter verrichten van ons werk. Want ik ga je zeggen, bijvoorbeeld in andere landen in de wereld, bijvoorbeeld in Nederland, is het al gebruikelijk dat alles veel digitaal plaatsvindt. En wat we nu hebben, dus je moet digitaal, je dient alles digitaal in, en dan moet je in een Dropbox dan een hardcopy indienen. En dat is, ik vind dat gewoon zo. Ja. Veel tijd win je daarmee, hoor, om eerlijk te zijn. Benzine, transport, een heleboel andere dingen erbij die gewoon wat efficiënter. En dan kan je alles gewoon om 3 uur naar huis met je beentjes in de lucht, ja toch? Nou, dat weet ik niet. Dat is een utopie. Maar wel wenselijk. Het is wenselijk, maar er komt veel meer tijd bij kijken. Kijk, als je een zaak goed wilt doen, dan moet je echt... Je moet de rechtspraak erop naslaan. Je moet de natuur lezen. Er gaat echt veel tijd in zitten. Maar als laten we zeggen dat we inderdaad naar een digitale omgeving zouden kunnen. Hè? Dan zou er een... dan zet ik me af te vragen. Gaan we dan inderdaad ook het in een Zoom-meeting doen bijvoorbeeld? Dat er inderdaad een zitting is in een Zoom-meeting. En dat dan gewoon gerecord wordt voor het archief?
Nee, ik denk niet dat, ja, ik denk niet dat we, ja, ik denk niet dat we nog zo ver zijn. En ik weet ook niet als je Ja. dat zo zou moeten Want doen. ik bedoel, het is wel allemaal gerecord. Het is allemaal Wat je nu hebt. video, weet je, het zijn allemaal camera's. En... Dus kijk, wat men nu doet, is bijvoorbeeld bij strafzittingen zijn er voorzieningen getroffen dat bij een voorgeleiding bij de RC dat de verdachte niet meer wordt voorgeleid bij de rechter, ook niet kort wordt. Dus ik weet niet of het via Zoom is, want ik doe niet echt strafzaken, maar Ja. we hebben wel instructies van het Hof gekregen. Als het dan via videocall is of zo, maar in elk geval, dat heb je wel. Maar ja, dat kan je niet lang volhouden, want een lijfelijke aanwezigheid is ook belangrijk. Zeker in een strafzaak, maar ook in civiele zaken is het de manier waarop mensen reageren, de mimiek, alles wat erbij komt, is ook belangrijk. De waarneming van de rechter, zeggen we ter terechtzitting, is heel erg belangrijk. Dus het is misschien een tijdelijke oplossing, Ja. maar het is niet, ik denk niet dat de Nee, oplossing is voor de toekomst, hoor. oké. Nee, dat denk Ja. ik niet. Maar wat wel een goede oplossing is, nogmaals wat ik je Ja. zeg, alles wat wij normaal op de zitting schriftelijk zouden moeten indienen, dus je schriftelijk Ja, verweer, dat mag is niet makkelijk dat digitaal. je eigenlijk dat kan doen en dat je niet specifiek op de zitting aanwezig hoeft te zijn om dat te doen, te kunnen overhandigen aan de rechter. Wat gebeurt Ja. er eigenlijk? Nee, goed, duidelijk. En toch, we gaan het een kwestie van tijd, hè, voordat we allemaal zien wat er uiteindelijk van overblijft. Maar ja, voor jou is dus in principe die hele overstap naar helemaal digitaal, dat lijkt jou niet echt mogelijk of Nee, ik handig denk op dit moment. nee, ik denk niet dat dat. Nee, Nee. ik denk dat Ja. niet. Ja, en we moeten inderdaad in de toekomst zien. Kijk, een heleboel zaken zijn uitgesteld. Nu, dat wat ik je zei, nu gaan we langzaam aan vinden de hervattingen plaats, maar het is nog niet helemaal wat het moet zijn, want er zijn heel veel zaken uitgesteld. Ja, Bijvoorbeeld kortgedingen klopt. zijn een aantal zaken die in de periode van, laten we zeggen, de strengere Ja. lockdown-situatie, is allemaal uitgesteld naar oktober, de uitspraken. Ja. Of de uitgestelde zaken en alleen maar spoed Ja, worden. dus waardoor het ook best wel veel vertraging in het systeem is. Je Ja. krijgt een vertraging, ja. En kijk, nu pas kunnen we weer zaken beginnen Ja. in te dienen. Behalve kortgedingen hoor, en beschermingsbevelen. Maar nu pas kunnen we Ja. weer beginnen in te dienen. Voor de rechtspleging zeker is er Ja, een vertraging ontstaan. Dat moet ik wel, dat is wel zo. oké. Dat Maar is wel zo. goed, one day at a time, hè? Gaan we het beleven? Ja. Dat zou ik ook zeggen. Nogmaals, we hebben gezegd, je kan niet anders en je moet je aanpassen aan de Ja. omstandigheden. En eigenlijk kijken van, ja. En ik denk dat ook gaandeweg je steeds meer leert, toch? Hoe Ja, kan ik ja, het ja, beter ja, doen? ja, ja. Want in het begin was iedereen van, mijn god, je Beetje merkt het, paniek, hè? iedereen was zo streng Ja. in het naleven van de maatregelen. Iedereen was zo bang en je ziet gaandeweg dat men natuurlijk steeds Ja, meer toch wel ruimte een beetje gaf. human nature, denk ik Ook hoor. niet Dat zelf. het toch wel, weet je, als mens, Ja. ja, moeilijk om ons in één keer te veranderen naar iets wat we niet Ja, gewend zijn. klopt. Ja, Klopt. Nou, Monique, hartelijk bedankt voor het gesprek. Oké, Fijne dank. voortzetting van je werkdag verder. Hopelijk kunnen we inderdaad toch wel iets meenemen uit deze coronaperiode. Niet alleen maar wat het werk betreft, maar ook privé. Dat het inderdaad, het werk komt wel. En dat we wat meer tijd mogen en kunnen nemen om ons hoofd op een andere manier te laten werken. In Dat is het. plaats van onder de constante druk van hoe het in de afgelopen periode is Ja. geweest. Klopt. Is goed. Thank you. Klopt. Have a good day. Ai, bedankt Is hoor. goed. Jij ook Okay, hoor. thank you. Bye. What we need is a little Tot zover het babbeltje met Monique Vos. Een beetje over hoe zij bij hun op kantoor de coronaperiode hebben doorgemaakt. Het leven begint langzaam weer op te pikken, dat merk je ook aan haar. En toch is het wel belangrijk dat we met z'n allen even stilstaan om te kijken en na te gaan wat we precies hebben geleerd in deze periode. Want je kan niet met z'n allen in de hele wereld samen dit mee hebben gemaakt. En daarna pikken we op en we gaan weer vrolijk verder. Misschien een goed moment om daar even op te reflecteren. Bedankt voor het willen kijken naar deze aflevering van Q-Time. Hopelijk bent u er bij een volgende aflevering ook weer terug. Dank u wel. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.